Jasper van der Heijden, vandaag heb je je debuut kunnen maken in eerste klasse. Ja, hoe was het zo om die eerste speelminuten te krijgen hier, hier op het veld? Zeker een zeer speciaal gevoel. Ik ben blij dat ik erbij kon zijn, ook al is het maar 10 minuten. Het is mijn eerste keer. Ik ben zeer blij. Je hebt een nogal bekende vader die heel wat speelminuten heeft verzameld in eerste klasse. Heb je van hem nog bepaalde richtlijnen meegekregen voor vandaag? Hij heeft gewoon gezegd dat ik ervan moest genieten en zeer veel plezier moest hebben. De rest zal wel volgen. Krijg je nog bepaalde tips mee, zo speltechnisch dan? Na de match zegt hij meestal wel wat goed en slecht was. En dat ik zo kan zien naar de volgende wedstrijd toe wat ik beter en slechter, wat ik beter kan doen en aan mijn slechte punten werken. Je bent nog zeer jong. Je zei het net ook, nog een beetje jonger dan jouw vader toen hij zijn debuut maakte. Ik denk het wel, ja. Hij zei vanmorgen nog, als je vandaag invalt, dan ben je voor mij. Ik denk dat hij zijn debuut heeft gemaakt op zijn 18 jaar. Ik ben dan 17, dus een jaartje eerder. De play-off 2, het is wel een beetje verschillend van de competitie. Maakt dat nog iets makkelijker om meteen te moeten invallen? Voor mij niet. Ik heb altijd zeer veel stress met matchen, dus voor mij blijft het altijd even belangrijk welke match ook. Hoop je nog wat minuten te verzamelen nu, de resterende twee wedstrijden? Zeker wel, ja. Dat zou zeer plezant zijn. De wedstrijd zelf dan. Je hebt de eerste helft dan van op de bank kunnen meemaken. Eigenlijk, ja, Gent was veel sterker dan Lees. Het zijn ook drie dezelfde goals. Ze scoren drie keer op de kop. Dus ja, ik vond Gent de betere ploeg vandaag. Lies, dat was misschien wel het grootste minpunt van vandaag. Echt weinig kansen bij elkaar gespeeld. Vooral de eerste helft ook. Zijn we amper aan de overzijde geweest. Dus we hebben weinig kansen bij elkaar gesprokkeld. Zo is het moeilijk voor een goal te kunnen maken. Je mocht dan invallen bij een 3-0 stand. Welke taak kreeg je nog mee van de coach? Vooral genieten. Ik moest vooral genieten. Dus ja. Voor de rest waren er niet veel opdrachten die ik had meegekregen. Ik moest vooral genieten. Lierse moet nog twee wedstrijden spelen in de play-off 2. We zijn eigenlijk uitgeschakeld. Dus wat moeten we dan nog doen? Er is hier iemand in mijn oren te flitsen. Wat moet Lierse nog proberen te doen die laatste twee matchen? Vooral goed proberen voetballen en toch puntjes proberen te sprokkelen. Voel je eigenlijk goed bij Lierse? Want jullie zitten zo met een groepje van 4-5 jeugdspelers die dat al eens mogen proeven van de A-kern. Ik vermoed dat jullie allemaal wel eigenlijk hunkeren naar die eerste ploeg. Ja, zeker. Dat maakt het ook plezanter om met jongens van vroeger mee te kunnen spelen bij de eerste ploeg nu. Dat je niet alleen bent. En we hopen allemaal op speelminuten nog. Oké, bedankt Jasper.